1 februari 2015 was het, toen in een flat aan de Moddermansstraat in Rotterdam Schiebroek op een zondag kort voor 4:30 een explosie zich voordeed. Dat was, daarbij raakten 11 personen gewond. 2 van hen zijn naar de ziekenhuizen vervoerd. Het was dus vorig jaar en dit jaar is bekend geworden dat, dat was eigenlijk deze week, dat de rechter in Rotterdam, Simon B., 15 maanden cel heeft gegeven voor de explosie aan de Moddermansstraat in Rotterdam Schiebroek. De ontploffing leidde dus inderdaad tot, zeg maar, de halve voorkant van de flat, dat hij eruit geblazen werd. De bewoner was al langer psychisch ziek en liep rond met zelfmoordplannen. Volgens een advocaat had hij de gasslang niet bewust losgemaakt en moest hij worden vrijgesproken. Maar volgens de Rotterdamse rechter staat wel vast wat er is gebeurd. U heeft in een poging u van het leven te beroven in uw woning de gasslang losgekoppeld en de gaskraan opengedraaid. Enkele uren later heeft u middels een aansteker vuur in aanraking gebracht met dit gas. Als gevolg van deze ontploffing is veel schade in de omgeving ontstaan. Meerdere woningen bleken onbewoonbaar en er waren ook licht gewonden. Ja, zoal dus de rechter in een zaak die deze week werd behandeld. Het is volgens de rechter dus zo dat Simon B. volledig toerekeningsvatbaar is op dit gebied. En dat hij daarom tot 15 maanden cel veroordeeld zal worden. Het is aan beide partijen, dus het Openbaar Ministerie en de verdachte, om in 2 weken te reageren of hij in hoge beroep, zij in hoge beroep willen gaan. We houden de zaak voor je in de gaten. Maar als je tot die tijd wat wil weten over de zaak Moddermansstraat, dan kun je naar onze website rtvdansingland.nl en dan even zoeken naar Moddermansstraat.